De emotie die iedereen nu heeft, die zich ermee bezig is gewoon machteloosheid. Weet je, je ziet, het is zo erg. Het is zo erg. En ik kan het nog zeggen, ik ben niet joods, ik ben niet Arabisch, moslim, Palestijns. Ik zit er nog op afstand van. En ik kan al bijna niks anders denken. Dus hoe dat moet zijn voor mijn joods land voor mijn islamitische land groot, is echt verschrikkelijk. Dus die emoties die vliegen alle kanten op. En een van de manieren om daar dan van af te zijn, is om te denken: zij hebben gelijk. Want. Die, en dan, en dan, dan komt het woord gewoon. En ze moeten gewoon dat doen. Mm -hmm. En op een of andere manier voel je dan minder machteloosheid. En ik heb dat dus de hele tijd gevoeld. Als ik dus, in mijn taak was het vaak om dus met slachtoffers te praten van Israëlse bombardementen. maar ook met nabestaanden van Palestijnse terroristen en zo. En dat is eigenlijk niet te doen. Het is zo heftig. En dan voel je gewoon een soort zuigkracht om dan een standpunt in te nemen om te gaan denken, nou, jullie hebben gelijk. Mm -hmm. En dan verlies je dus gewoon uit het oog dat, dat uiteindelijk 99% van de mensen... die bij dat conflict betrokken zijn, die hebben hier niet voor gekozen. Die hadden er niks over te zeggen. Uh, maar ze worden compleet meegesleurd. Ja. En dat is echt... Uh, ik, snap, ik snap dat mensen gaan onmenselijker... maar het is het ergste wat we kunnen doen.